Let's fight! Wat gebeurt er? Woehoe! Yes, ik heb iemand. Wacht, 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 hier! Oh shit, iemand hierboven ook. Hoppakee, geel, hier weg geel. Jullie. Let op. Oh my god! Oh, what the fuck? Ah, shit. Just another one of those nights. Welcome to my city. Voordat jullie naar deze video gaan kijken, wil ik jullie eerst heel eventjes één ding zeggen. Super erg bedankt voor de 4000 likes op de vorige aflevering. Vanaf nu gaan we wekelijks een potje Battle Wars spelen. Heb je er al zin in? Vergeet dan in ieder geval een blauwe duim omhoog achter te laten. En dan gaan we nu naar de video. Woo! Hey kijkers van Nillepees, welkom terug bij een gloednieuwe Battle Wars video. Want op de vorige aflevering hadden jullie gewoon meer dan 3000 likes achtergelaten. Jullie hebben dus daarom goed bewezen dat jullie meer Battle Wars willen. En ik had achtergelaten met welke YouTuber ik dat moest opnemen. En de comments stonden heel erg vol met meneer Enzo. Hallo. Hey. Hey. Hi, hallo. Hey. Vandaag ben ik hier dus samen met Enzo. Gaan wij knallen in Battle Wars. En ja, zeker. Ja, dat is wat wij gaan doen. Hopelijk gaan we winnen. En we gaan een mooi potje neerzetten, Enzo. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het nog nooit gespeeld, dus jij gaat me alle snufjes leren. Ja, nou, kom goed. We gaan beginnen. Yes! Wij zitten in een potje. Ik en Enzo lopen hier. Dit is de villager. Oh, die hoofd heb ik ook nog nooit gezien. Holy shit. Kijk maar even naar die spullen. Al die dat armor is bijvoorbeeld anders. Alles is hier gewoon anders. Wow, inderdaad. Dus dat is ook een beetje een andere ervaring. En deze map ken je dus ook waarschijnlijk ook niet. Nee, maar je ziet wel fucking gruwelijk uit met die Chinese huisjes. Ja, ja, ja. Oeh, oeh, oeh. Het ziet ook heel mooi uit. Maar nu moet even die spannen zoeken. Hier zit die spannen. Wat is dat voor spannen? Want er is volgens mij brons, iron en gold. Oh, ik ben nu brons aan het verzamelen. Oh ja, iemand anders doet dat ook. Jullie zitten knus in elkaar. Ja, maar ik steel alles van hem. Oh ja, gaat dan weg. He, eens in de zoveel tijd krijg ik ook iron. Ik weet niet hoe. Oh, dat snap ik het al. Oké, dit is dus een spawner. Dat had ik in de vorige aflevering ook waar ik alleen speelde. Ja. Dan is er dus één spawner waar alles uitkomt. En als wij bijvoorbeeld naar het midden gaan, is er een aparte spawner voor gold en iron. Oh, op die manier. Okay. Oh, en je hebt automatisch een chest, zie ik. Oh ja, dat zie ik ook. Dat is handig. Oké, nice. Wacht, laten we even wat arm maken. Want we hebben allemaal blokken gemaakt door onze teamgenoten. Ja, ik ben ook wat blokjes aan het maken. En ik zal ook even wat armor maken meteen. Ja, een chestplate kan je niet van ladder maken. Dan moet je met chain maken. Het één iron. Oh ja, ik zie het. Het is allemaal een beetje anders. Ik vind het ook wel leuk omdat je dan te andere spullen hebt. Ja, zeker. En je hebt wel een super fancy pakje omdat ze enchanted zijn. Ja. Ja, lekker glimmend. Ziet er wel geinig uit. Wow, je hebt gewoon met zo'n stick, heb je gewoon knockback al meteen. Ja, dat is vet, Holy hè? Holy moly, dat is super handig, man. Ja, ja, dat is echt vet. Oh, dat is echt super handig. Oh, ik heb best wel veel spullen. Wow, we kunnen al naar het midden, dude. Hé, hey, ik moet nog een wapen. Wacht. Oké, ik ga wachten op jou. Oké, ik heb een zwaardje. Oké, ik ben er klaar voor. Oké, let's go. Ik heb ook alles. Woe! Oh, pam, 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 pam. Wow, iedereen is in het midden. Let's fight! Wat gebeurt er? Hier, ik tik hem eraf. Hoppakee. Oké, ik help je, ik help je. Oh, goed zo. Hier, allemaal aan. Pak plan. Pak al die mensen met armor. Oké. Yes, ik heb iemand. Wacht, hier. Oh, shit. Yes, we hebben hem. Nice. Iemand hierboven ook. Hoppakee. Giel, hier, weg Giel. Jullie. Graag. Weg, oh, ik ben eraf. Oh, nee. Ik heb hem, maar ik ben wel bijna dood. Nice. Oh my god, ik word vastgezet hier. En hoe gaan wij nu dood als hun het bed pakken voor ons of zo? Ja, ik kom even terug naar ons eiland. Dan kan ik het even laten zien. Ergens op onze Chinese eilandding is ons bed. Ik weet alleen niet waar die is. Dus moeten we even gaan zoeken. Oké. En als dat bed kapot wordt geslagen? Ja, dan moeten ze hakken. Dus is niet ineens. Oh, kijk hier. Die is dichtgebouwd. Heel dom. Moet even zelf even dichtbouwen. Dichtgebouwd? Is dat dom? Dat is toch juist goed om te beschermen? Nee, hij is niet dichtgebouwd. Oh, niet. Oh. Oh, je kan ook trouwens allemaal andere blokken maken. Endstone, blocks of iron. Allemaal rare dingen. Nice. Oké. Waar ben je? Ik denk dat we het beste meteen weer wat armor kunnen maken en naar het midden kunnen gaan. Ja, ja, ik moet alleen wat eten. Ik heb al armor. Ik bouw even het ei dicht. Oké, nice. Ik bedoel, bed. Ik zeg je bent zo gewend aan Egg Wars. Ja, dat is even dus niet ook. Ja, dat snap ik wel. Ik heb even wat extra zwaardjes gemaakt. Die doe ik hier in de chest dan. Oh ja, dat is handig. Dan kunnen we dat pakken wanneer we doodgaan. Wow, en die zwaardjes stekken gewoon. Zie je dat? Huh, en iemand heeft ze uitgehaald. Alle zwaardjes. Echt, kan dat? Ja, je kan die zwaardjes. Oh, er komt hier iemand naartoe. Ik heb hem eraf geslagen. Oh nee, toch niet. Oh mijn god, hij is hier. Ik moet eten maken, anders kan ik niet rennen. Ik ben met hem aan het vechten. Oh, maak hem kapot. Hopelijk win je. Maak hem dood, die gast. Maak hem dood. Kom op. Wow, ja, eindelijk is hij dood. Door, dat duurt lang, joh. Ja? Wel, had je wel een goed wapen, of niet? Nee, ja, ik heb gewoon met knockback 1, maar het duurt echt super lang. Dus ik denk dat je het best gewoon meteen een beter wapen kan halen. Ja, knockback is alleen handig om, denk ik, af te mappen. Ja, inderdaad. Kom eens in ons huisje. Oh, ik ben richting het midden aan het gaan. Oh ja, oké, maakt niet. Dan kom ik achter jou. Want het bed zit echt in een kamertje. En die kamer heb ik volgezet met blokken, waardoor ze heel moeilijk bij ons komen. Oh, wow, heel het groen is in het midden. Pas op. Oh, zag je niet? Holy shit. Oh, zo goed getimed waardoor hij naar beneden viel. Oh, die gast heeft knockback op zijn zwaard, volgens mij.
Holy shit. Hij heeft een heel goed zwaard. Oh, waar is die? Ja, oh, kijk die gele hier. Kijk die gele. Oh. Oké, okay, nice. Oh. En hoe moeten we nu spullen krijgen hiervan? Oh, dat dropt gewoon op de grond. Ja, dat dropt gewoon om de paar seconden. Oh, hier iemand blauw. In het blauw. Oh, blauw. Ga dood. Hoppakee. Ik heb iemand in het groen eraf. Deze. Ja, ik probeer hem eraf te slaan. Ja, ik heb hem doodgeslagen zelfs. Snel eten. Oké, ik heb 1 gold. Dat gaat vet langzaam. Ja, dat wel. Holy moly. En wat kan je... Is gold zo goed dan? Is dat het beste wat je kan hebben? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet nog niet hoe je zo goed dingen moet kopen. Nou, ik ga heel even terug. Oh, dit is iemand van blauw hier. Oh nee, hij moet weg. Holy shit. Ik heb hem nog net kapot gemaakt. Oké, ik heb 2 gold. Kijk of ik daar iets heel bijzonders mee kan. Omdat het zo lang duurt voordat je het krijgt. Gold moet wel wat bijzonders hebben inderdaad. Oh ja, gold is best zeldzaam. Als je 5 gold hebt, heb je een fucking goed iron sword. Maar waar is dan een iron spawner? Want die moet ook ergens apart zijn als dat goed is. Ja, of alles is echt gewoon in één hier. Kijk, is hier links van je. Zit daar een iron spawner? Nee, maar hierachter zit het bed. In deze kamer. Oké. Ik snap. Oh, hier kan je er ook in. Dat is heel dom. Niet eens gezien. Je moet ook even dicht. Nu kan je het helemaal volmaken. Ja, en dan moet je het een beetje gaan zoeken tussen al die blokken. Ah, ik snap hem. Hé, als je wat spullen nodig hebt, in die chest zitten wat spulletjes. Oh ja, bedankt. Kijk hoor, wat heb jij te bieden voor mij? 5 sticks. Ja. Alles is eruit gehaald. Ik ga even wat eten erin stoppen. Ik wil ook even aan mijn teammates denken. Nou ja, dat is aardig. Oké, zullen we weer naar het midden gaan? Ja, ik maak snel een pickaxe. Ja, is goed. Dan kunnen we ook meteen misschien nog een bedje hakken. Oh, nice. Ik kan gewoon een golden apple maken. Dat is ook wel handig. Oeh, dat klinkt interessant. Ja, ik had 2 gold van het midden gepakt. Oh ja, oh, dat is handig. Ik heb Hier komt ook af en toe gewoon gold uit deze spanner. Ja. Daar moet je echt maar even geluk mee hebben. Mm-hmm, ik heb er nu 2. Oh, ik heb er ook 2. Kunnen we daar iets samen mee kopen? Even kijken, wat kunnen we daar het beste van halen? Eten is trouwens echt wel goedkoop. Met 2 brons heb je al een porkje op. Ja, ik zie het, man. Dat is echt super nice. Echt heel erg fijn. Oh, nee. Ik dacht dat het groen was, dus een skin. Even kijken, wat kan je nog meer? Oh, potions kan je ook maken. Een instant heal voor 3 iron. Ja, dat is leuk om te zien, hè, omdat je niet gewend bent. Met 36 iron kan je invisibility. Nooit, dat wist ik niet eens. Wow, dat is zo vet. Al die potions inderdaad. Holy shit, wat hoor ik? Wat hoor je? Wow, ik hoor een fucking hard geluid. Dat een ei of een bed kapot is. Dus dan hoor je iets super hards, man. Maar die is niet van ons, want die van ons leven nog. Ja, maar heb je dat nog nooit gehoord? Nee, ik hoorde echt niks. Wat? Ik hoor keihard geluid, man. Kijk die fight op het midden, Enzo. Is hij ziek? Kijk dit. Wow. Steeds meer mensen gaan dood. Iedereen is met bogen bezig. Ja, een boog is ook best goedkoop, hoor. Ja, maar dat komt omdat je hier niet hoeft te denken van... moet ik eerst dit levelen of eerst dat? Nee, maar hier gaat gewoon iedereen rushen, omdat je niet kan levelen. Zo. Oh, dat is echt super nice. En je hoeft ook gewoon maar 1 arrow te halen, want je hebt gewoon infinity. Ja, je kan zelfs kopweb maken, hè. Dus we kunnen gewoon trollen. Wat geniaal is dit, joh. Ja, dit is wel een hele leuke minigame. Echt heel erg leuk. Een leuke variant van Egg Wars. Ja, zeker weten. En het zou helemaal leuk als we ook nog gaan winnen. Ja, dat zou het mooiste. Ik heb wel het gevoel dat dit altijd veel langer gaat duren, of niet? Of valt het wel mee? Ja, dat weet ik echt niet. De vorige keer dat ik het speelde, was ik in 10 minuten klaar. Zo! Oké, ja, dat is niet heel erg lang. Nee. Maar dat komt omdat iedereen mag gaat. Niemand denkt na, bijna. Oké, ik heb nu best wel goede spulletjes. Ik heb ook een boog en zo. Oké, ik denk dat we naar het midden kunnen. Ik heb geen boog. Ik heb ook een chestplate, heb ik in het midden gedaan, of in de chest gedaan. Oh, heb je nog 1 gold? Nee, ik heb geen gold meer op zak. Nou, laat maar, we gaan gewoon. Oké, ik ben hier, maar ik ben bang dat hij op ons gaat schieten. Ik ben op hem aan het schieten. Ik ben bij je, ga maar door. Oké, nice, let's go. Samen, go! Ik ga snel die kerel pakken daarboven. Oh nee! Hij heeft me gered! Ik heb 1 iemand doodgeslagen. Oh, what the fuck? Hoe dan? Jij rende voorbij mij, dus in plaats van jij werd ik gehit. Oh my god, ik werd ook afgetikt. Ik denk dat we gewoon het beste YOLO-mode naar het midden kunnen gaan nu. Ja, dat denk ik ook. Maar we moeten blokken meenemen, want we hadden de brug gesloopt. Oké. Eigenlijk zou ik er afgesprongen zijn, omdat ik sprong, maar die gast schoot me terug op mijn eiland. Dus dat was zo lucky. Oh my god. Ja, dat kan wel heel erg stressvol zijn dit. Zo irritant dat iedereen in die fontein zit te pakken. Ook ja, andere mensen in plaats van ons. Ik snap ook niet waarom er water staat. Dat is echt super irritant. Echt heel erg. Oh mijn god, ze hadden die brug weer gesloopt, die motherfuckers. Alweer? Ja, alweer. Ik neem blokken mee. Ben je er afgesprongen of niet? Ja, dat bedoel ik!
Ja, ja, ik was eraf, ja. Dat had ik ook. Oh, ik ga weer even fixen, die brug. Oké, cool. Ja, Groen die heeft het overgenomen daar in het midden. Ja, ik zie het. Oh. Dus die zijn een soort van aanleiding daar. Dus ze schieten iedereen eraf en ze verzamelen al het gold. Oh, ik zie het. Ze zijn inderdaad nu weer op mij aan het schieten. Oh, maar dat is wel geniaal dat je invisibility hebt. Want daardoor kan je gewoon onzichtbaar, kan je stiekem iemands ei bijvoorbeeld kapot maken. Ja, hoe moet je dat maken eigenlijk? Met heel veel gold of heel veel... Oh nee, 36 oh, ja, iron. Juist. Oh, wacht. Er is zelfs eentje. Die heet Sprungkraft. Omdat het een Duits woord is. Poesje staat in het Duits. Oh, wat geniaal. Maar je kan niet deze generator upgraden of zo. Nee, het is gewoon dit. Ja, inderdaad. Okay. In sommige maps heb je meer spawners, maar ja, nu toevallig niet. Okay. Yellow is er bijna helemaal kapot. Er zijn nog maar 2 mensen van. Gaan we weer naar het midden toe? Proberen? Ja, ik denk dat dat een mooi plannetje is. Oké, dan maak ik nog heel even wat armor. Ik denk dat ik even wat extra armor ga maken. Want dan hoeven we niet de hele tijd nieuw te maken. Dan hebben we even wat reserve. Dat is handig. Ik maak in die tijd anders wel wat eten. Oké, het gaat lekker. Zo, ik heb redelijk wat eten gemaakt. Heb je ook wat nodig? Then I can give you some. Nou, ik heb 5 pork chops, dus dat komt helemaal goed. Oké, als je wat nodig hebt, dan verzorg ik je wel. Oké. Heb je wat eten, voer ik je wel zo. Denk, kijk in de chest. Ik heb allemaal armor gemaakt. Oh, en geen chestplate. Dat is net wat ik nodig heb en zo. Sorry man, sorry. Oh, wacht, ik kan het maken. Okay, als je 1 iron hebt, dan kan ik zo'n een chain chestplate voor je ja, maken. Ja, ik heb er nu 6, dus ik zou gewoon... Zo, 6? Wacht, ik geef je 2, dan kan je die duurste maken. Die is wel echt super nice. Even kijken. Oh ja, 7 inderdaad. Die is wel heel erg nice. Dankjewel. Hier zit protection 3 op. Oh, dat is mooi. Oké, gaan we naar het midden? Ja, let's go. Oké, ik heb geen bloks bij me. Ik weet niet of je... Oh, er is iemand van rood bij het midden, dus we moeten hem snel helpen. Oké, mooi. Ik heb bloks bij me, dus als het nodig is, dan hebben we dat. Oké, let's go. Ja, we zijn in het midden. Ik bedoel, ik ben in het midden. En jij nu ook. Yes! Ik durfde die jump niet. Oh, we zijn met z'n 4 hier. Super nice. We hebben nu dit plekje. Heb je een boog? Nee, helaas niet. Nee. Oké, gelukkig heeft hij wel een boog, dus hij kan ze afschudden. Ik heb al 3 gold. Ik ga gewoon al het gold verzamelen de hele tijd. Bij welke kant zullen we opgaan om te doden? Ja, geel. Oh, geel is dood. Die ja, geel is helemaal dood. Gewoon weg. Oh, dit is hier. Iemand gaat achter je. Rood gaat helemaal naar rood. Ik bedoel, rood gaat naar geel. Waarom doen ze dat? Rood gaat naar rood. Pas op. Waarom doen ze dat? Nu zijn we hier alleen en we hebben geen boog. Oh, pas op. Groen komt weer aan. Die hebben oh een my boog. God. Die heeft een boog. Oké, dit wordt een strijd. Dit wordt een strijd. Ja. Oké, we pakken ze. Oh, okay, ik ben dood. Oh my god. Oké, dan ga ik er vandoor. Ik heb 5 gold bij me. Ik zie je. Ik zie je rennen. Ik ben net op tijd weggegaan. Ze gaan schieten. Oh, nee. Oké, mooi. Yes. Goed gedaan. Oké, nu is wel even... Wat moet ik nu hiermee doen met 5 gold? Ja, dat is inderdaad moeilijk. Ja, dat is echt heel erg moeilijk. Het is een beetje lastig. Je moet een beetje een soort van tactiek bepalen van... Wat ga ik met het gold doen en zo, weet je wel? Ja, en omdat het nu zo druk is en iedereen rusht... Kom je nu heel moeilijk bij mensen. Ik denk dat we beter kunnen bouwen en niet vanaf het midden gaan. Oké, kunnen bouwen ergens naartoe of zo? Ja, bouwen naar een ander eilandje. Oké, vanaf ons eiland. Ja, waarom niet? Maar als we een boog hebben, zijn we meteen de lul natuurlijk. Ja, maar als je gewoon zonder spullen gaat... Hey. Alleen met je blokken? Dat is waar. Ga gewoon lekker bouwen. Dan ga ik even sparen voor een boog, oké? Ja, is goed. Dan moeten we ook even pickaxe hebben. En dan slopen we die blokken die ze voor hun bed hebben gebouwd en maken we ze af. Nice. Dan zal ik ook wel even een pickaxe maken. Dan zorg ik wel een beetje dat we armor en zo hebben, oké? En even een wapen en pickaxe en zo. Ik kom al redelijk dichtbij groen. Groen gaan we even afmaken, want die blijft maar komen. Groen. Ik ben bang dat ze juist, omdat ze de hele tijd komen, dat ze een hele goede basis hebben. Maar ja, je weet het pas als je er bent. Ik hoop maar van niet. Misschien hebben ze niet eens ingebouwd. Oh, ze schieten op me. Ik zie al de pijlen. Ik zie de pijlen al. Ik ga even kijken. Oh ja, ik zie het. Wow, je gaat wel hard, man. Ja, ik ga gewoon lekker door. Oh, kijk die dillen gaan, jongen. Wow, ik ben al best ver. Holy shit, je bent fucking ver. Ik ben er bijna. Ze hebben me eens geraakt. Dude, keep on going, man. Dit gaat te mooi. Oh, nice. Het gaat supergoed. Ik ben er bijna. Eigenlijk kunnen ze al naartoe springen door die waterstraal. Wat? Inderdaad. Maar ze doen het gewoon niet. Ze vertikken het of zo. Wacht. Ik ga niet verder bouwen, want dan gaan ze naar ons eilandje. Ik ga nu even spullen pakken en dan gaan we er samen naartoe. Cool, ik heb bijna 13 gold en dan kan ik echt het ziekste boog halen. Oh, nu schieten ze me wel dood. Ik heb maar 3 hartjes. Oké, net op tijd. Ik heb allemaal spullen voor je hier. Oh, dat is mooi. Mooi cadeautje van de villa. Hé, ik hoor ting, ting, ting. Wat is dat? Oh, ik heb een achievement unlocked. Businessman. Oh, wat houdt dat in? Geen idee, omdat ik allemaal dingen heb ingereld bij de shop, denk ik. Oh, waarschijnlijk omdat je zo goed bezig bent. Ik ben zo goed aan het farmen hier. Ja, oké. 55 pork shop. Pork shop, snap je? Businessman shop.
Ik heb 14 iron. Volgens mij doe ik het best lekker. Ik denk het ook, ja. Is nog best wel goed, inderdaad. Okay, even kijken, nice. Wat kan ik maken? Ik ga dan nu echt voor fucking goed armor. En dan gaan we straks met z'n tweeën heen en gaan we ze killen. Oké? Ja, is goed. Ik heb eten. Alleen nog een pickaxe. Oh. Tenminste, om het minimale te hebben. Oh, dit is ziek. Die boog heeft power 1, punch 1 en infinity. Infinity is zo nice. Ja, dat is echt super relaxed. Dan moet ik denken aan dat nummer infinity. Wacht. Eddie? Infinity. Ja, als ik waarschijnlijk het refrein hoor, ken ik het wel. Maar door alleen Infinity niet. Het is echt super chill, hoor. Hey, die teammates van ons zijn best wel goed, geloof ik. Oh, het bed van Team Blauw is kapot. Oh. Normaal gesproken hoor je dus een deuntje. Je moet echt je geluid aan zitten. Je schrik je helemaal de tering, man. Ja, maar hoe kan dat? Ik heb mijn geluid gewoon aan. Wacht, ik zet het wel nog harder. Het is echt grappig. Okay, ik zet het gewoon lekker hard. Je hoort echt een raar geluidje namelijk. Hè? Ik hoor gewoon volgens mij niks. What the fuck? Oh, nu hoor ik het wel. Ik hoor... Nou, zal wel. Ik kom er wel achter zo meteen. Okay, ze maken wel goed gebruik van het armor, die teammates van ons. Dus dat is goed. Dat is mooi. Wat voor armor kan je eigenlijk allemaal maken? Ik heb een fucking goed zwaard voor je gemaakt, man. Wacht, ik drop het in de chest, oké? Ja, is goed. Dan pak ik hem eruit. En nu. Oh, dankjewel. Oeh. Nu wacht. Is dat wel een goeie? Sharpness 2 en unbreaking 1. Oh ja, die had ik al. Heb je hem zelf niet nodig? Nee. Ik ben gewoon aan het farmen, dus ik heb zelf nog 9 iron. Oké, mooi. Ik zet hem in de chest voor als ik dood ga dan. Ja, voor in de chest? Oh, je hebt er 2. Je had er al 1. Ja, daarom. Ah, oké, cool. Oké, ik maak alleen nog een pickaxe en ik denk dat ik dan wel klaar ben. Ja, zullen we dan daarheen gaan? Ja. Dan maak ik de beste pickaxe met gold. Die heb ik. Oh ja, die doe ik dan ook. Oké, nice. Hoppakee. Maar je kan gewoon geen ander armor maken met iron. Nee, dat is wel raar. Ja. Maar je hebt ook Je kan met 1 gold kan je een team chest maken. Een team chest? Ja, ik weet niet precies wat het inhoudt, maar... Oh, dan kan alleen je team in die chest. Alleen wij? Ja, neem ik aan van wel. Team chest. Ik denk het. Oké, ik heb allemaal al spullen eruit gehaald, zodat wij... Ik heb hem gemaakt. Nice, oké, zet hem neer. Op is het team chest. Hey. Oké, benieuwd of er wat uit wordt gehaald. Ik heb dit er allemaal in geflikkerd. Oh, dit is nice. Ik wist niet dat dat kon. Oh, je kan ook TNT maken, of niet? Ja. Ja, en kopweb. Oh, en je kan met 64 brons kan je Sophia spawnen. Sophia? Met een ei. Wat is dat? Wie is Sophia nou? Ik heb geen idee. Ik ga het proberen. Je kan zelfs een enderpearl maken met 13 gold. Ja, ik zie het. Oké, let op. Ik heb hier een ei. Oh ja, Sophia. Let op. Oh my god! Oh, what the fuck? Holy shit! Zag je vluchten? Oh mijn god, dat was een schaap met TNT! What the fuck? Dat was gewoon een levende bom. Oh my god, en een gravity grenade en zo. En een rescue platform. Oh, dit is zulke rare dingen, maar ook zo leuk. Het is zo uitgebreid. Ik wil weten wat dat rescue platform is. Zullen we daarheen gaan nu? Ja, ik vind het goed. Okay, uitkijken voor pijlen. Ja, ik heb een super goed boog. Dus heb jij blokken bij je? Ja, ik heb blokken. Laten we gaan. Die andere gasten komen ook mee. Oké, nice. Oké, volgens mij zien ze ons niet. Nee, niemand is in zicht. Oké, nice. Oh, je wil eentje wat naar ons te bouwen. Ja, ik ga die kill schieten. Mooi. Oh. Ja. Oh my god, die andere gast ligt gewoon vanaf. Ik heb hem geraakt. Oh, dit is daar. Oh my god, ik word geraakt. Dit is daar iemand die probeert op ons te schieten. Ik ben er. Oh my god, ik word geraakt. Nee, zijn boog is te goed. Oh mijn god, ik word geraakt door een boog. Ik ben gewoon gered. Oh my god, ik ben dood. Oh, nee, ik ben aan het vechten. Ik kijk naar je, ik kijk naar je, maak hem dood. Holy shit, hij is goed, hij is sterk. Oh, ik heb nog een half hart. Ja. Ik heb hem gekild. Achter je. Ik ga weg hier. Kijk uit, boven je, hij valt je aan. Oh, ik ben... Nee! Alles gebeurt tegelijk. Oh my god. Maar we hebben onze teamchest. Hey, heb jij de iron uitgehaald? Nee, zit wel iron in, nog een beetje. Ja, er zat 12 iron in, dus dan kan ons team er blijkbaar wel bij. Maar de tegenstanders dan niet, denk ik. Nee, die kunnen er niet bij. Pak ik een beetje Oh man, zie je, hun hebben al goed armor, joh. Oh, dat was zo naar. Holy shit. Misschien moeten we nu maar gewoon heen rushen met alleen een knockback en een pickaxe. Ja, ik maak een pickaxe inderdaad alleen. Ga ik ook doen dan. Oké, ze doen het niet goed al uit ons team, hoor. Want ze pakken allemaal vlees en zo. Want ik had echt 55 pork shop en dat is nu gewoon op. Ja, ze pakken gewoon alles van ons. Groen. What the fuck? Oh, ik heb hem afgeslagen. Zomaar random was die hier. Wat heb je nodig om te gaan? Ik heb alles al. Oké, zullen we dan gaan? Ja. Ik heb gewoon alleen een pickaxe. Verder niks. Oké, ik heb wel een zwaard en zo. Zodat dat genoeg is. Oh, maar ze gaan schieten. Ze zijn aan het schieten. Ik zie het. Oh, het is zo naar. Maar we zijn met z'n drieën, dus misschien redden we dit. Die gast springt er gewoon de hele tijd vanaf. Wat doet hij? What the fuck? Ik zie het. Ik ben binnen. Oh, nice. Ik ook. Oh my god! Wacht, ik moet er omheen slijpen. Oh mijn god! Ah! Ben je binnen? Ja, ik ben aan het hakken. Alsjeblieft, doe het goed. Ik ben gedood. Oh mijn god. Ben je het aan het doen? Oh nee, ik had net niet hun bed. Net niet? Oké, snel door. Gewoon nog een keer. Maar ik was er wel. Ik stond er gewoon fucking naast. Oh nee. Oké, niet snel nog een keer. Dan moet het lukken. Oh my god. Oké, ik ga meteen weer heen. Ik maak snel armor. Oké, nice. Ik ga er weer heen. Ik heb weer een zwaard en een pickaxe. Oké, ik maak snel een pickaxe en kom ook. Holy shit, dat was zo close. Ze zijn wel super bang nu. Ja, sowieso. Of ze bouwen nu weer dicht. Ik hoop het niet. Nee, ze bouwt nog niet dicht. Er is daar één iemand van rood van ons
aan het vechten. Oké, ik kom er weer aan. Ik ben onderweg. Nice, ik loop bij hun naar binnen nu. Ik loop bij hun naar binnen. Ik zie het. Yes, ik heb het bed, denk ik. Yes, ik heb het bed! Ja! Nice! Haha! Maak ze dood afmaken nu! Yes, lekker! Ja, gewoon afschieten die mensen. Oké. Oh, dit is heerlijk, zeg. Als we ze nu dood hebben, zijn ze klaar. Wij zijn nog gewoon enige met AI over. Groen afmaken hebben we gewonnen, Enzo. Groen komt nu naar ons toe. Oh my god, ik heb geen armor. Gebruik je stick. Tik hem eraf. Ja, ik heb mijn stick. Ik sla hem eraf. Hoppakee. Wegwezen jij. Oh, er komt nog iemand van groen. Oh, die is vet goed. Tenminste. Ik ga wel. Ik heb toch niks. Oké, nice. Probeer hem van de zijkant. Lekker. Gewoon afgetikt. Oh, lekker. Hij heeft niet eens damage gedaan. Gewoon zonder handen. Oh, dude. Ik heb 18 iron. Dus ik maak zieke dingen. Hier. Wacht. Ik drop het hier. Op de grond. Oh my god. Dankjewel. Beste ding. Hoe heet dat? Chestplate. Dankjewel. Oké, ik heb hier heel goed zwaard voor je. Dat drop ik ook, alsjeblieft. Ook dankjewel. Oké, er komt iemand naar ons toe via deze kant. Ik maak snel armor. Zo, klaar. En we kunnen... Via deze kant komt hij. Kom dan. En via de andere kant komt ook iemand. Oké, is goed. Ik blijf bij deze. Hoppakee. Oh, bijna eraf. Mooi. Oh, hij is eraf. Hij heeft mij... Yes. Maar hij is wel eraf. Mooi, hier zit hij nog, de andere. Oh, nu wordt het druk hoor, hier bij ons. Ik heb geen blokken. Oh, nog iemand is binnen. Ik heb gewapen. Af te slaan. Oh, ik heb de ene iemand af. Oh, hij is binnen. Hij is binnen. Hij is binnen. Ik ben hem aan het slaan. Hij heeft mij gekild. Mij ook. Ik heb niks. Oh my god, hij is naar binnen aan het gaan. Oh my god. Ze zijn nu met z'n tweeën. Hij is alles aan het hakken. Hij dood. Nee. Ze zijn niet met z'n tweeën. Ze gaan me doden. Ons bed is kapot. Weg hier. Oké, vluchten. Weg hier. Oh my god. Ik dacht dat we dik gingen winnen. Wat? Ik ben aan het vluchten. Ik ook, maar ik heb niks. Letterlijk niks. Ik word aangevallen, Enzo. Ik ben in het midden. Gelukkig, deze gast redt ons. Oké, kom. We gaan naar geel. Daar is niemand. We gaan naar geel. Oké, go. Oh, dit is zo spannend. Oh my god. Ik heb nog nooit moeten vluchten voor mijn leven. Oké, nice. Oké, hier is helemaal niemand. Dus we kunnen hier alles doen en laten. Ik moet iets van armor of een wapen. Wow, er zat hier gewoon een chestplate in de chest. Oh, dat is fijn. Zit er nog meer in? Oké, ik ga wat blokjes maken. En we moeten even meteen armor maken. Groen is nog met één iemand. Enzo, dit kunnen we samen aan. Oh mijn god, oké, dit gaan we doen. Dit kunnen we. Even een goed zwaard maken. Ik ben dat ook aan het doen. Trouwen in elkaar hebben. Nice. Oké, ik wil 5 gold hebben. Dan kan ik super goed zwaard maken. Oh jongens. Dit is spannend. Ik zei nog dat deze aflevering spannend zou worden. Ik wist het wel. Ik had het gewoon goed voorspeld. Oké, ik geef jou de helft van mijn eten. Ligt daar bij de shop. Dankjewel. Oh my god. Ik heb bijna 5 gold. Zodat ik dat goede item kan maken. Goede wapen. Oké, ik blijf rennen. Ik ren. Ik ben bijna bij je. Bijna bij me? Ik sta op het platform hier bij Geel nog. Huh? Oh, ik dacht dat het in midden ging. Oh, we hebben gewonnen! Ja, hij ging dood! Woehoe! Yes! Oh, de andere teamgenoten hadden hem gedood. Oh yeah! We hebben het gehaald. Mooi. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Hopelijk vonden jullie het leuk, ook omdat het een super spannend potje was. Vind jij Bedwars nou leuk? Wil je het vaak zien? Vergeet geen blauw duim omhoog te doen. En te abonneren op onze kanalen. En zoals kanaal staat ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering van Bedwars. Tot de volgende keer. Peace!